Ik heb een tijdje geleden een proefschrift geschreven over iconische foto's. En deze foto was een van de foto's die ik aangetroffen heb als een van de foto's die we zeker in de Nederlandse geschiedenis met z'n allen delen. Hij is gemaakt in 1970 door de Nederlandse fotograaf Jaap Herschel. Op Hoog Catharijnen, een paar uur voordat de Dolomina's een actie gingen voeren bij een congres voor gynaecologen. Waar ze hun buik lieten zien en die bekende slogan baas en eigen buik lieten zien. Nou, en ik heb mijn onderzoek gedaan door schoolboeken door te nemen. Bruce liet net al heel goed zien van wat voor prachtig materiaal er is als je dingen scant. Nou, voor mij zijn schoolboeken een fantastische bron van informatie, omdat dat zijn boeken die eigenlijk doorgeven aan de volgende generatie wat wij nu belangrijk vinden. En wat ik gedaan heb, ik heb alle boeken tussen 1970 en 2000 doorgenomen. En daar kwam die foto van de Dolomina's als een van de meest gebruikte foto's in terug. Ik geloof op de drie boeken zag je die foto verschijnen. En die boeken zijn fantastisch. Het is een prachtig tijdsbeeld. Als je ooit eens niks te doen hebt, ga het vooral doen. In Rotterdam hebben we een geweldige collectie. De KB heeft een prachtige collectie. En waar ik erg van houd bij foto's is om ze in de context te zien waarin ze gepresenteerd worden. Dit is een schoolboek. Nou, dat is leuk. Links de bezetting van het Maagdenhuis. Rechts de Dolomina's. Ja, je zou dat zo weer kunnen laten zien. En hier wordt die foto echt gebruikt als feministische golf. Als voorbeeld van die feministische golf. En wat ik gedaan heb toen ik zag dat die foto als meeste gebruikt werd, ben ik gaan kijken van waar wordt die foto nog meer gebruikt. Dus ik ben kranten gaan doorzoeken. Nou, dan vond ik hem op de voorpagina van de Volkskrant. De maandag nadat die actie plaats heeft gevonden. Maar wat ik ook gedaan heb, ik ben ook gaan zoeken van waar wordt die foto nog meer gebruikt? In welke context zie je die terug? En daarvoor mocht ik gebruik maken van het academia-systeem. Wat voor mij als onderzoeker een fantastisch systeem is. Omdat ik daarmee een soort van super uitzending gemist heb. Zeg ik altijd tegen mijn collega's die het niet kennen. Als je uitzending gemist hebt, fijn. Maar dit is pas echt tof. Ik heb ook kritiekpunten op, hoor, daarvan. Maar het is echt heel erg fijn. En daar zag ik dus, toen ik een keertje Dolomina intikte en drie dagen lang al die filmpjes had teruggekeken, zag ik die foto in één keer voorbij komen. In het fragment wat ik net liet zien. En dat is een programma waarin de tijd even stilstaat. Er wordt teruggekeken van wat er nog meer gebeurd is. En daar de thema is daar Dolomina. Maar ik zocht niet alleen in academia, ik zocht ook op Google. En daar vond ik dit fragment. En dit fragment was voor mijn onderzoek fantastisch. En laten we daar eventjes naar gaan kijken. Een van de acties waar Dolomina ook mee begonnen is de actie over abortus. Ageet. Het begon in maart 1970 in Utrecht. Toen een aantal Dolomina's een vergadering van gynaecologen binnendrongen. En zodra ze eenmaal binnen waren, ten aanschouwen van de verbaasde heren hun blouses opteelden en hun blote, beschilderde buiken toonden. Dit was jij, hè, Connie? Had je enig idee wat je aan het doen was? Want die foto is echt de hele wereld over gegaan, hè? Geen flauw benul. Nee, geen flauw benul. Is Connie er of niet? Nee, hè? Nee. Ik ken Connie inmiddels. Je zult wel begrijpen hoe belangrijk dit fragment voor mij is. Hè? Want hier zag ik in één keer die mevrouw die dat was. Ik wist de naam, ik heb haar getraceerd, ik heb haar gesproken na afloop daarvan. Dus dit fragment, waar die foto in terugkwam, was fantastisch voor mij. Overigens kloppen een aantal dingen niet. Hè. Ze zeggen van dat ze hun buik lieten zien bij die mannen. Deze foto is compleet in scène gezet. Vond ik via ander archiefonderzoek een paar uur voor die actie. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is dat ik die gevonden heb via Google. En Google, en dat klinkt altijd een beetje gek, wij als wetenschappers, voor Google is het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd, weet je, mijn collega's die zeggen van, we hebben allemaal wetenschappelijke databases, we hebben academia, we hebben nog allerlei andere dingen. Tuurlijk, maar Google, daar beginnen wij mee. We hebben onlangs een grote survey gedaan onder onze collega's en die 80% begint bij Google. En zo vond ik dit filmpje ook. En eigenlijk, toen ik dat ook bij mezelf weer realiseerde, kwam ik terug bij mijn eigen onderzoek. Want ik had niet alleen die schoolboeken doorgenomen, maar ik ben ook gaan praten met de makers van die schoolboeken. Omdat ik wilde begrijpen waarom zij bepaalde beelden kozen en hoe ze die zochten. En dat was een beetje in eerste instantie daar werd ik een beetje chagrijnig van. Want wat ze zeiden van, ja Martijn, leuk, doe daar nou via onderzoek naar. Het is echt niet zo moeilijk hoor. Ik ga gewoon nadenken en denk gewoon van, wat is nou het beeld van die Dolomina's? En daarna ga ik gewoon even googlen. Ik vind die foto, die vind ik gewoon echt via Google hoor. Het is echt niet zo moeilijk. En ik heb ook zelf nog wel boeken staan. Daar staat die foto anders ook wel in. Ga je daar via onderzoek naar doen?
Dus dat zei de dag van, ja, dat is op zich wel een puntje. Maar eigenlijk is het ontzettend interessant wat ze hier zeggen. Niet alleen omdat ik het zelf ook doe en omdat jullie het allemaal doen. Maar het laat eigenlijk heel goed zien hoe wij beelden doorgeven aan de volgende generaties. Maar afhankelijk zijn van de zoekmachines die ons die beelden geven. Want wat je ziet, je hebt die redacteuren die gaan zitten nadenken. Van wat is nou het beeld wat ik heb van een historische gebeurtenis? Nou, in dit geval Dolomina. Daarna gaan ze zoeken naar het beeld. Bijvoorbeeld bij Google of bijvoorbeeld in hun eigen schoolboeken. Wat doen ze vervolgens? Ze zetten dat beeld in schoolboeken. En dan komt natuurlijk de vraag, hoe komt nou dat beeld, hè, dat ik ook heb in mijn hoofd, en ik was echt nog niet geboren toen die Dolomina zijn buik lieten zien, hoe komt het nou dat ik dat beeld ook in mijn hoofd heb? Nou, dat komt omdat we die beelden natuurlijk gewoon doorgeven. Hè, dus je ziet eigenlijk een mechanisme waarbij we zoeken naar beelden in ons geheugen, die vinden in andere databases, die plaatsen we weer in boek, en op die manier geven we die door aan volgende generaties. En dat was voor mij wel echt heel belangrijk, want daardoor zie je gewoon hoe belangrijk het is om niet alleen te zoeken naar beelden, maar ook dat ze gewoon gevonden moeten worden. Nou, dan had ik voor mijn onderzoek, heb ik dat onderzocht, dit is mijn boek, kun je gratis downloaden ook overigens, even een schaamteloze plug. Ik heb die mensen geïnterviewd, ik heb die schoolboeken onderzocht, maar ik wist eigenlijk niet wat wij allemaal in ons hoofd hebben, wat we met elkaar deelden. Nou, daar heb ik ooit een spelletje voor gemaakt, daar ga ik het niet over hebben, maar ik ga het hebben over wat daar rechts is. Want dat is waar Beelden voor de Toekomst echt een van de belangrijke projecten is, die daar een belangrijke rol in speelt. Net zoals nog veel meer digitaliseringsprojecten. En daar wil ik het vooral over hebben. He, want als je daarover nadenkt, over die cirkel en de rol die Beelden voor de Toekomst speelt, zie je gewoon dat zo'n project bepaalt gewoon het toekomstig beeld van ons verleden. Zeker als je realiseert dat mensen die boeken maken, schoolboeken maken, alleen maar beelden gaan vinden die ze via Google vinden. En het is wat gechargeerd, maar het is wel zo. Als daar dus de beelden niet in terugkomen, ga je ze niet vinden. Maar als ze dus ook niet gedigitaliseerd zijn, ga je ze niet vinden. En daar zie je dus hoe belangrijk dat gaat zijn, zo'n project als Beelden voor de Toekomst. Maar, voordat we er zijn, zijn een paar stappen. Weet je, je hebt het project en je hebt het toekomstige beeld van het verleden. Nou, dat zijn dingen waar onderzoekers zoals ik zich mee bezighouden. Maar hoe komen we daar nou? Nou, eerst wordt het gedigitaliseerd, dan moet het vindbaar gemaakt worden, moet het hergebruikt worden en dan komt zo iemand als ik om de hoek kijken en die gaat eens kijken van, goh, wat is daar nou, wat is nou interessant aan? Nou, het digitaliseren is volgens mij ontzettend goed gelukt. Ik ben helemaal geen expert op digitaliseren, maar als ik zie wat ik in academia kan vinden, bij het Nationaal Archief, bij AI, denk ik dat er echt fantastisch veel werk verricht is. En het hergebruik, daar wil ik het nu eens over hebben, want daar heb ik al een aantal hele interessante voorbeelden van gezien. Nou ben ik een fotografieliefhebber, dus ik kijk heel veel naar foto's en ik was wel echt gegrepen door het Parelproject heette dat, geloof ik. Ik bedoel, ik weet vrij weinig van Beelden voor de Toekomst, maar ik meen dat het Nationaal Archief een Parelproject heeft gedaan waarbij ze beelden op Flickr hebben gezet. In eerste instantie met het idee om daar extra beschrijvingen voor te vinden. Andere mensen weten hier veel meer van hoor, maar ik heb me een beetje laten informeren. Maar wat ik vooral begreep is dat een aantal beelden heel erg veel gebruikt werden. En met name deze, het hoepelmeisje, is een prachtig voorbeeld hoe je ziet hoe zo'n beeld een belangrijke rol kan gaan spelen bij het zoeken naar beelden en een beeldvorming kan gaan bepalen. Nationaal Archief heeft die op Flickr gezet. Vervolgens is die gaan gebruikt worden op de Wikipedia-pagina. Dan zie je hem rechts onderin. En wat gebeurt er als je op Wikipedia komt? Dan kom je heel hoog op Google. Dus als je nu gaat zoeken op Google Images en je typt daarin hoepelen, tada, bij de eerste twee resultaten komt de hoepelfoto naar voren op Wikipedia en op Wikimedia. En als je dan nadenkt, bij die cirkel van mij, hè, dat als je een beeld zoekt en je hebt een beeld in je hoofd en je gaat ernaar zoeken en je vindt hem bij Google, grote kans dat de hoepelen, dat dit het iconische beeld van de hoepelen gaat worden de komende jaren. En daar zie je dus wel echt het belang van die beelden die digitaal beschikbaar zijn gemaakt. En één voorbeeldje, dat wilde ik eigenlijk niet laten zien totdat ik gisteren achter Twitter zat. En ik kwam deze tweet tegen van een van mijn favoriete Twitter-accounts, Old Pics Archive. Gisteravond twitterde hij deze foto: a group has a picnic in the middle of the deserted highway during the oil crisis. Kennen jullie deze foto? Nee, het is in Nederland. Eventjes, deze account is best wel populair met meer dan 209.000 volgers. En die is ook van het Nationaal Archief. Staat ook gewoon op Flickr. Sterker nog, hij is vrij populair geweest door een Reddit thread. Van de fantastische thread History Porn. Een van mijn favorieten. En ook daarvan geldt, die foto zie je dus ook als je gaat zoeken. Bijvoorbeeld op zijn Engels zoekt naar oil crisis in the Netherlands. Vind je die foto, vind je die meteen. En dat komt puur omdat die door het Nationaal Archief op Flickr is gegooid. Hergebruikt dus op Wikipedia onder andere. En dan zie je dat die zo hoog gaat teruggebruikt worden. Dus dat hergebruik, nou, dat is wat mij betreft echt wel behoorlijk geslaagd voor dit soort extreme voorbeelden.
Maar dan het vindbaar maken. Want dat is eigenlijk waar ik mij in mijn huidige onderzoek nu mee bezig me hou. En daar vind ik dit eigenlijk wel een goed voorbeeld van. Dit is nou zo'n fragment, dat vond ik echt na 3 dagen allerlei tv-programma's bekijken. Echt tot ik tureluurs werd. Ik had gezocht met woorden als Dolomina in Google en vond deze en ook in Academia. Vervolgens vond ik wel 40 programma's die over Dolomina gingen, die elk een uur duurden. Nou, je kan je voorstellen hoe lang ik de tijd nodig heb gehad om al die programma's af te kijken. Nou, had ik de luxe dat ik 4 jaar aan mijn promotieonderzoek mocht besteden, dat is fantastisch. Maar dan nog steeds, weet je, het duurt echt heel lang. En dit was gewoon een toevalstreffer dat ik deze vond. Terwijl het natuurlijk echt fantastisch is. Het gaat over de foto en ook nog eens de vrouw op de foto die komt aan bod. Kan dat nou niet makkelijker? En daar geloof ik heel erg in beeldherkenning. En beeldherkenning, en dat is eigenlijk waar ik het vooral over heb. Hoe gaan we nou zoeken naar die geweldige schat aan beelden die er zijn? Beeldherkenning is iets waar ik heel erg op zou inzetten. En dat kennen jullie wellicht al wel heel erg goed. Het zit bijvoorbeeld gewoon in Google Images. Daar kan je, als je wil, een afbeelding uploaden om te kijken op welke websites die nog meer gebruikt is. Dat is een toertje die gebruiken heel veel fotografen vaak. Dus stel ik laat die foto van de Dolomina's erop. Nou, dan zegt Google me niet alleen, hey, dat zijn Dolomina's, baas en eigen buik. Maar laat me ook alle websites zien waar die foto op staat. En dat is voor mij eigenlijk heel interessant. Want ik kijk vooral hoe foto's hergebruikt worden. En ik kijk dan, krijgen ze een ander verhaal, worden ze in een andere context gebruikt. Nou ja, dit is een beetje flauw, zo'n lezing waar ik ooit was. Maar dat is zo'n toertje wat er gewoon is. En beeldherkenning kan al best wel veel. En zit vooral in ons dagelijks leven, zonder dat we het weten, is dat er al. Nou was ik bijvoorbeeld heel erg goed in WordFeud. Tenminste, dat dachten mijn vrienden, totdat ze erachter kwamen dat ik een hulpje had, met behulp van beeldherkenning. Ken jullie WordFeud nog? Dat is een paar jaar geleden heel populair. Zat iedereen op zijn telefoon te spelen. Nou, ik had een appje, daar kon je een screenshot van maken. En dat appje kon ik inladen in een ander, of dat screenshot kon ik inladen in een ander appje. En die was gewoon best wel slim, want die zag gewoon van, oh ja Martijn, even kijken, je hebt daar wat woorden, iPhone liggen. Ik zie de woorden, de letters die je hebt, en ik zie de driedubbele en de tweedubbele woordwaardes. Nou, weet je Martijn, als jij nou een mee speelt, dan krijg je 32 punten. Nou, het duurde vrij lang tot mijn vrienden dat door hadden. Toen ze door hadden, nu willen ze nooit meer met mijn spelletje spelen. Maar het liet mij vooral zien wat je kan doen met beeldherkenning. Nou, dit is gewoon grappig, weet je, dit is leuk. Maar denk eens na over de enorme collecties foto's die we allemaal aan het maken zijn. Nou, zo Google Plus, dat is het social netwerk van Google dat niemand gebruikt, maar wat stiekem ontzettend cool is. Want daar zit beeldherkenning ingebakken. Nou had ik net wat foto's van mijzelf. Als je daar, kan ik bijvoorbeeld zoeken op, wacht even, dit gaat weer heel snel hè, zullen we even teruggaan? Dit zijn foto's van mezelf. Als ik daar zoek op boom in het Engels, dan gaat hij door mijn eigen fotocollectie zoeken en vindt hij allerlei foto's met bomen erop. Dus dit is bijvoorbeeld mijn buurman die een boom plant bij onze burendag, hartstikke leuk. Werkt echt heel erg goed. Niet perfect, hij vindt namelijk ook deze. Dit is een rotonde in Engeland, wat niet een boom is, maar een kunstwerk wat lijkt op een boom. Dus het grap is, die beeldherkenning is er al. Heel vaak hebben we dat niet door. Maar ik kan je voorstellen, ik bedoel, ik maak heel veel foto's van mijn dochters, eindeloos veel. En ik weet nu al wel, krijg ik weer de vraag, kan je een vriendenboekje invullen? En dan moet er een foto bij, weet je. Dan denk ik, oh ja, ik had wel een leuke foto 3 weken geleden of zo, ergens op een feestje. Hoe kan ik die nou in hemelsnaam vinden? Want die vind ik gewoon niet meer. Nou, daar kan je, met dit soort technieken kan je daar heel veel mee. En er zijn ook gewoon appjes voor. Dit is een appje, dat heet Impala. Dat is destijds gemaakt door een Amsterdams bedrijf, EU Vision. Was een spin-off van de UvA. Die sorteerde automatisch al mijn foto's naar rubrieken. Zoals dit is mijn auto, linksonder. En dit is een zonsondergang en mijn eten. Inmiddels is het bedrijfje overgenomen. En de app is offline gehaald. Dat is erg jammer. Maar het laat wel zien wat het kan. En dit is eentje, als jullie zelf nog eens willen proberen, die je zou kunnen proberen. Dit is Google Goggles. En Google Goggles is een app dat als ik een foto maak, bijvoorbeeld hiervan, en ik heb weer internetverbinding, dan gaat hij kijken wat hij vindt op die foto. In dit geval was wel mooi, ik kwam binnen op mijn werk bij de VU en daar hingen deze foto's die ik toevallig kende. Ik ken de fotograaf vrij goed, Jan Banning. Ik maakte die foto zonder door te hebben dat ik die app had draaien. En op een gegeven moment kreeg ik een melding van, hey Martijn, dat is een foto van Jan Banning. En sterker nog, wil je daar meer over lezen? Nou, hier heb je veel meer informatie. Dus dat biedt mij al heel veel gewoon voor mijn dagelijks leven. Maar het biedt je eigenlijk ook heel veel mogelijkheden voor onderzoekers. En daar wil ik mee afsluiten. En dat is een onderzoeksproject waar ik aan samenwerk, samen onder andere met beeld en geluid aan een aantal andere partners. En dat gaat over hoe kunnen we nou fragmenten in tv-programma's terugvinden, zonder dat we altijd afhankelijk zijn van de woorden waarmee we zoeken. Want nu heb ik een trefwoord, moet ik intikken en dan vind ik het. Dus ik moest Dolomina intikken en dan vond ik het. Kan dat nou ook anders? En het Access-project is een project dat is bijna afgelopen. Daar proberen we spraakherkenning en beeldherkenning te combineren, zodat je gericht kan zoeken naar fragmenten in tv-programma's.
Dus dat ziet er zo uit, ziet er een beetje saai uit. Dit is gewoon de interface, maar ik kan er bijvoorbeeld intikken, of ik tik balkenende in. Vervolgens krijg ik een resultaat, krijg ik allerlei programma's waar balkenende in voorkomt. Nou, daar ben ik eigenlijk nog niet geholpen. Dat is een beetje vergelijkbaar met die Dolomina's, dat ik al die programma's moet afkijken. Maar stel nou dat ik wil weten waar deze foto van balkenende allemaal in gebruikt wordt. Dan hebben we een toeltje gemaakt dat je die foto kan uploaden in het programma. Eigenlijk vergelijkbaar met Google Images. En dan vind ik alle fragmenten waar die foto in voorkomt. En dat is echt wel, soms zeg ik wel eens angstaanjagend, maar dat werkt verdomd goed. Want kijk maar eens naar die twee links, daar is die foto schuin. En dat is exact dezelfde foto. En met name linksonder, dat is wel mooi, dat is een fragment uit lijst 0. En dus even kijken, dan kan je zien hoe dat werkt. Daar wordt de foto omhoog gehouden. En dit, is echt dit werkt dus gewoon echt. Nou, dit is een onderzoeksproject, het is bijna afgelopen. Als jullie willen mee experimenteren, we hebben een open access versie pas online gezet. Maar stel je voor dat ik dat gehad had bij mijn onderzoek hier. En deze scène, dat ik gewoon puur eventjes mijn foto had moeten inladen. En dat hij had gezegd, hey Martijn, die foto die hebben we gewoon gevonden. Dan zit daar echt enorme winst voor het type onderzoek wat ik doe. Dus weet je, volgens mij is digitaliseren ongelooflijk goed gelukt. Hergebruikt, volgens mij zijn zeker de parelprojecten daar heel erg interessant mee bezig. Vindbaar maken, daar is denk ik echt de slag die nu geslagen gemaakt moet worden. En waar heel veel in kan gebeuren. Kortom, beelden voor de toekomst. Voor mij als onderzoeker, laat echt zien wat het toekomstig beeld van ons verleden is. Maar de vraag is vooral, hoe vinden we dat toekomstig beeld van het verleden? Dank jullie wel.